De beste kerststol van Nederland zet je niet zomaar even in elkaar. Dat begint natuurlijk met de juiste ingrediënten. Wat is er nu ingegooid? Is bloem, water, gist, boterstolpoeier. Dus dat is eigenlijk een gedroogde roomboter. Zo moet je het eigenlijk zien. En een beetje vanille voor de aroma. En dat is het. Een geheime mix van rozijnen, krenten en rum geeft dat laatste zetje. Toch is het net topsport. Want zoals voetbal een winterstop heeft, heeft de kerststol een zomerstop. En dan is het gewoon weer even trainen. We zijn hier al 2 maanden mee bezig om dit weer zo optimaal te krijgen. En om dus uiteindelijk die stol zo goed te krijgen dat je die prijs wint. Dat is hem. Ja, die jongens hebben het gedaan. Na het recept van mijn vader dan, maar die jongens doen het echt. En dan flink kneden met het vingerspitsengevoel van een vakman. Daar word ik blij van. Daar word ik echt heel blij van en gelukkig. En vooral van die stollen en die jongens die daar zo intens mee bezig zijn. Ja, dat is te mooi om te zien. Echt dat vakmanschap wat hier nog gebeurt. En de bakker is niet de enige die blij is. Ook in de winkel alleen maar blije gezichten. Kijk eens, dit is hem natuurlijk. Hè. De lekker staat heel Nederland nou. Maar ik doe hem gauw dicht, want jij begint al te kwijlen. Dat gaat niet goed, hè? Heel trots. Apen trots.